ABN AMRO is nu in staatshanden, omdat het een genationaliseerde bank is. Toch kun je beter nu ABN AMRO privatiseren. Dat draagt bij tot grotere efficiëntie en lagere kosten. En dat moeten we doen, ook al krijgen we misschien die 30 miljard nooit terug. Er is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van staatsbanken en dat onderzoek toont aan dat staatsbanken vaak slecht presteren. Ten eerste, als je micro-economisch kijkt, dan is de efficiëntie van staatsbanken lager dan van private banken. Ook de klanten van staatsbanken komen er slecht af, omdat de rentemarges van staatsbanken over het algemeen hoger zijn. Dus hogere leningenrentes en lagere deposito-rentes. En ook geven staatsbanken relatief lening aan slechte partijen, wat leidt tot afschrijving van de leningen. Als je vervolgens macro-economisch kijkt, dan vertaalt deze lage efficiëntie van de staatsbanken zich op lange termijn tot een relatief slecht ontwikkelde financiële structuur. De staatsbanken geven aanleiding tot slecht ontwikkelde financiële markten en ook tot een lagere economische groei in het algemeen. Heeft het alleen maar nadelen? Nou, recent heb ik met een aantal collega's onderzoek hiernaar gedaan. En we hebben toch een lichtpuntje van staatsbanken kunnen vinden. We hebben namelijk onderzocht of het zo is dat staatsbanken over de economische cyclus wellicht op een meer stabiele manier leningen verschaffen. En ja, dat vinden wij. We vinden dat als de economische groei 1% hoger is, dat banken in private handen dan 2% meer leningen verschaffen. Terwijl staatsbanken maar 0,6% meer leningen verschaffen. Maar als natuurlijk de economische groei tegenvalt en gaat de andere kant op, dan is het dus ook zo dat staatsbanken minder snel geneigd zijn hun leningen terug te schroeven. We kijken dan meer in detail hoe het dan is dat staatsbanken beter krediet op peil kunnen houden. En we vinden dat dit vooral het geval is in landen waar de effectiviteit van de bureaucratie van de overheid relatief hoog is. Dus als je een goed ontwikkeld overheidsapparaat hebt, juist in die landen zullen staatsbanken in staat zijn om tijdens periodes van economische neergang de kredieten op peil te houden. Ook vinden we dat relatief rijke landen, dus ontwikkelde landen, staatsbanken hebben die met relatief stabiel de krediet kunnen verschaffen over de tijd. Vervolgens kijken we ook nog, dat is natuurlijk interessant als je kijkt naar de recente periode, of het zo is dat staatsbanken met name in periodes van financiële en bankaire crisis hun krediet op peil houden. Dat blijkt inderdaad zo te zijn. Dus als je een bankaire crisis hebt, juist in dat soort tijden, zijn staatsbanken in staat om hun kredietverlening op peil te houden. Gelukkig is het zo dat er andere middelen zijn, andere instrumenten, die veel beter gebruikt kunnen worden om de economie te stabiliseren. Ten eerste hebben we monetair beleid. Dus de overheid of de centrale bank kan ten tijde van economische neergang de rente verlagen of de geldhoeveelheid anderszins verhogen. En we zien dat de ECB en ook de FED dat recent in grote mate aan het doen zijn. Ten tweede kun je ook nog denken aan procyclische kapitaalvereisten. Dat komt erop neer dat je banken ertoe dwingt om een kapitaal dat ze achter de hand houden te verhogen in de periode van economische bloei. Dat betekent ook dat ze hun kapitaal minder hoeven te verlagen wanneer de economie neergaat. Dat zijn allemaal maatregelen die beter zijn dan staatsbezit van banken om de economie te stabiliseren. Dus als we dan nog kijken naar ABN AMRO, de Nederlandse situatie, dan denk ik dat het staatsbezit van ABN AMRO de afgelopen jaren voordelen heeft gehad. Het zal vast zo zijn dat ABN AMRO redelijk stabiel krediet heeft verleend de afgelopen jaren. Dat zullen ze zeker ook ingefluisterd gekregen hebben door het ministerie van Financiën. En ook is het zo dat ABN AMRO, omdat het in staatshandel was, wellicht makkelijker kapitaal kon aantrekken op de kapitaalmarkt. Dus dat zijn allemaal voordelen geweest die we gehad hebben. Maar als je naar de toekomst kijkt, denk ik dat het toch beter is om, zodra de marktomstandigheden dat toelaten, ABN AMRO te privatiseren. Dus dan moet je wachten tot de aandelenmarkt redelijk stabiel is. En dat zou toch wel mogelijk moeten zijn in de eerstkomende 2 jaar. En dan zou je ABN AMRO moeten verkopen.